Goedendag, welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van vrijdag 7 oktober... met vandaag onder meer opening tentoonstelling over mensenhandel... koppelgevangenis is asielzoekerscentrum af... en Archeospot nu ook in Arnhem. Tussen de Pathé-bioscoop en het station Arnhem Centraal staan vanaf gisteren billboards met gezichten die de voorbijganger aankijken. De personen op de billboards zijn slachtoffers van mensenhandel en vormen de reizende tentoonstelling Open Je Ogen, die gisteren in Arnhem is geopend. Kevin Altena sprak over de expositie met wethouder Anja Haga en met Noura Amar, adviseur aanpak mensenhandel. We staan hier vandaag bij een tentoonstelling mensenhandel. Kun je daar wat over vertellen? Dit jaar bestaan we 30 jaar. Hoewel we dat hebben gevierd, is het niet echt een viering, want het is een bestrijding van mensenhandel, wat een grove schending is van mensenrechten. En we willen dit moment ook gebruiken om dat meer bewust te laten maken in de samenleving. Mensenhandel is een grove schending. Deze slachtoffers verdienen zorg en hulpverlening. En het verdienen het dat wij als samenleving erkennen dat dit probleem bestaat. Vandaar dat wij in samenwerking met Open Minds deze tentoonstelling hebben gemaakt, zoals je hier achter mij ziet. Daarin staan 30 slachtoffers, echte slachtoffers die hun verhaal vertellen. En je ziet alleen de ogen, zodat je kan zien wat voor impact het heeft. Ze zeggen ook wel, ogen zijn de vensters tot je ziel. En op die manier proberen we ook mensen een indruk te laten krijgen van wat mensen meemaken. Dit krantje wordt verspreid ook door onze organisatie naar alle ketenpartners. En hierin staan ook de verhalen. En de gemeente Arnhem, waar we op dit moment zijn, is een van de 12 steden waar deze reizende tentoonstelling kan staan voor 2 tot 3 weken. En medio 2017 zal de laatste stad worden aangedaan. En we hopen op deze manier wat bewustwording te creëren. En jullie hadden ook een slogan? Ja, open je ogen. Dus niet sluit je ogen voor. Open je ogen voor mensenhandel. En het gebeurt ook in je eigen samenleving. In vele vormen, mannen, vrouwen, kinderen, seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting. 30 jaar en we hopen niet dat we nog 30 jaar gaan bestaan. En we hopen dat deze bewustwordingscampagne daarmee gaat bijdragen. Hoe groot is het probleem nou eigenlijk, mensenhandel? En wat doet Arnhem hier nou aan? Nou, in Nederland is echt een groot probleem. Ongeveer 1500 slachtoffers gemiddeld per jaar. En in Arnhem hebben we tot nu toe in 2016 al 23 zaken bij de politie in behandeling. Dus het zijn best wel veel mensen die slachtoffers zijn van mensenhandel. En dan moet je wat aan doen, want elk slachtoffer is er één te veel. Wat doet gemeente Arnhem nou specifiek hieraan? Nou, wat we doen is onder andere deze tentoonstellingen hier ontvangen. We vinden het heel belangrijk dat mensen zien dat mensenhandel een probleem is in de wereld. En ook in Arnhem, dat het ook hier voorkomt. Dat je bewust van bent dat dat probleem er is. Daar begint het mee, dus echt bewustwording. Daarnaast hebben we ook dat we onze gemeentemedewerkers, bijvoorbeeld de wijkteam scholen, dat ze kunnen signaleren, wat zijn nou de kenmerken, wat moeten we opletten bij mensenhandel. Er is een ketenregisseur hier in Arnhem. En die meneer die moet ervoor zorgen dat in die hele keten van samenwerking tussen zorg en politie, dat die heel goed samenwerken, zodat slachtoffers snel op de goede plek komen en geholpen worden. Dus daar zetten we heel erg op in. We doen bijvoorbeeld ook acties om het bij de mensen tussen de oren te krijgen. Bijvoorbeeld loverboy-acties is een van de dingen die we doen. In het nachtleven, dan gaan we mensen aanspreken. Net zoals het bij een loverboy dat zou kunnen doen, zeg maar. En dan blijkt dat de helft van de mensen die we aanspreken dat niet doorheeft. En erin trapt, als het ware. Dan confronteren we hun ermee natuurlijk. En dan worden mensen zich van bewust van, tjonge, dit kan dus zomaar gebeuren. Mij dus ook. Nou, dat zijn acties die we doen. Waarvoor is deze tentoonstelling? Nou, ook deze tentoonstelling helpt mee om het onder de aandacht te krijgen. Hier lopen veel mensen langs en je ziet die foto's van allemaal slachtoffers van mensenhandel. En onder elke foto staat ook een verhaal van wat is die persoon overkomen. Er is ook een blad van gemaakt waar ook al die portretten in terugkomen. Nou ja, dat helpt ermee om mensen helder te maken. Ja, het zijn gewoon echt mensen van vlees en bloed die slachtoffers zijn van mensenhandel. Wees je daarvan bewust en we moeten met z'n allen wat we kunnen doen ervoor zorgen dat mensenhandel stopt. De gemeente Arnhem waarschuwt voor een oplichter die zich uitgeeft voor ambtenaar en mensen geld aftroggelt. Aanleiding is een incident in de Laarwest waar een 90-jarige vrouw iemand aan de deur kreeg die beweerde een medewerker van de gemeente te zijn. Eenmaal binnen hield hij een verhaal over thuiszorg, waarna hij er met haar geld vandoor ging. De gemeente benadrukt dat wijkcoaches en ambtenaren nooit onaangekondigd aanbellen. Bij twijfel over een bezoeker adviseert de gemeente dan ook meteen de politie te waarschuwen.
In Rozet is vanaf morgen zaterdag de Archeo Hotspot te bezoeken. Een initiatief dat archeologie voor iedereen aanraakbaar en ook toegankelijk moet maken. RTW Arnhem ging alvast een kijkje nemen. Wat kunnen wij gaan verwachten hier in Arnhem van deze Archeo Hotspot? Nou, een heel hoop. Er zijn een heel hoop opgravingen gedaan in Arnhem de afgelopen tijd. En er zijn eigenlijk heel veel vondsten nog niet uitgewerkt, nog niet bekeken. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen heel geïnteresseerd in archeologie. Want we horen altijd verhalen van mensen. Ja, dan wordt er weer opgegraven. Dan sta ik wel eens te kijken in die put. Maar dan ben ik wel benieuwd. Wat komt er nou uit? Waar gaat dat heen? Wat gebeurt daarmee? Nou, al die vragen kun je hier een antwoord op krijgen. Want we gaan hier met vondsten uit Arnhem en omgeving aan de slag. Die gaan we aanraken, gaan we bekijken, determineren. Welke periode komen ze? Wat zie je? Wat voel je? Hoe is middeleeuws aardewerk bijvoorbeeld anders dan prehistorisch of Romeins aardewerk? Nou, al die dingen, daar gaan we mee aan de slag hier, als echte archeologen. Ik begrijp ook dat die ook archeologen zijn, die komen ondersteunen. Ja, we gaan de professionele archeologen die komen hier om te ondersteunen. Maar ook amateurarcheologen van de AWN doen mee. En zelf ben ik ook archeoloog, dus ja. Oké, dus daar komen de roots vandaan van uw archeologie, ja, gestudeerd. Zeker mijn passie. Hoeveel toeschouwers gaat u verwachten? Hoeveel bezoekers verwacht u deze dagen? Komende dagen, dat is heel moeilijk in te schatten. Het is natuurlijk aan de ene kant proberen, omdat we laagdrempelig zijn. Iedereen kan gratis naar binnen. Dat is het, het lokkertje. Zo van, je kunt gewoon echt meedoen. 10 minuutjes, een uur. Als je langer wil, je mag elke dag komen. Dus dat is een beetje het idee. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk mensen die al die vragen al tijden hebben. Dat ze dit horen, dat ze dit zien. Dat ze daarvan horen en denken, nou, daar gaan we eens een keertje naartoe. Wat is het belang voor de gemeente Arnhem om dit te openen? Nou, dit is een hele mooie plek om de geschiedenis van Arnhem zichtbaar te maken. Maar ook een hele mooie plek voor mensen die interesse hebben in archeologie om samen te komen. Die daar vrijwilliger in zijn of in willen worden. Maar ook als je bijvoorbeeld iets vindt in je achtertuin. En je denkt, misschien is het wel iets bijzonders. Ik zou eigenlijk willen weten wat het is. Dan kun je hier naartoe komen en dan kunnen ze er voor je naar kijken. Maar wij geloven erin dat het heel belangrijk is om je geschiedenis van je stad, van je streek, om die goed zichtbaar te maken en beleefbaar te maken. En dat we daar in de toekomst ook nog heel veel aan kunnen hebben. We doen het bijvoorbeeld met de Jansbeek die nu weer boven water komt en door de binnenstad weer zal gaan stromen. Is heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van Arnhem in de middeleeuwen, de Jansbeek. Echt een navelstreng, daar zat allerlei middeleeuwse industrie zat daar aan vast met molens, watermolens. Nou, dat wordt nu weer zichtbaar. En wat leuk is dat door de archeologie wij nu weten waar die gelopen heeft. Wij zijn ook materialen tegengekomen van de Jansbeek. En die kunnen we nu weer hergebruiken. Dus die komt weer terug bij de aanleg van de beek. Er komt een nieuwe snelfietsroute van Arnhem naar Dieren. Dat is de vierde op rij na het Rijn-Waalpad tussen Nijmegen en Arnhem, de route Arnhem-Zevenaar en de route Arnhem-Wageningen. De nieuwe route van Arnhem naar Dieren verbindt onder andere de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in Presikhaaf met Larenstein in Velp, wat studenten minstens 7 minuten tijd scheelt. Het werk start volgend jaar. Dan wordt begonnen met het gedeelte tussen de Hogeschool en Larenstein. De Arnhemse koppelgevangenis is asielzoekerscentrum af. Gistermiddag vertrokken de laatste 2 bewoners uit de opvang. Afgelopen jaar diende de voormalige gevangenis als opvang voor mannelijke vluchtelingen. Inmiddels is de stroom vluchtelingen afgenomen en is de koepel als opvang overbodig geworden. De ruimte zal in elk geval tot maart leeg blijven staan. De laatste 2 asielzoekers die gistermiddag vertrokken hebben woonruimte gevonden in respectievelijk Arnhem en Nijmegen. Dan nog het weer. Het was bewolkt met af en toe ook wat zon bij een temperatuur van een graad of 14. Morgen en ook zondag meer zon, maar wel iets kouder. Bedankt voor het kijken, fijne dag en tot morgen.